So, Corrupted Sisa Skin. Die heb ik ook. Maar ik vind Refuva leuker. Mijn Oinky. Ik denk ook dat Thief Klof niet zo goed was. Ja. Als jullie trouwens toevallig Xbox Pass, Game Pass ding hebben en je zoekt naar een spel met een hele mooie verhaallijn, dan is het Plague Tale Innocence wel echt een aanrader. Welke? Plague Tale Innocence, dat is echt een aanrader. Het is heel story-based en wel ook heel veel dat je gewoon shit zelf moet doen en zo, echt wel, maar echt wauw. Ik heb daar een stream van gezien. Ik heb hem zelf ook gespeeld. Ik zit volgens mij inmiddels in chapter 6 of zo. En jezus. Echt gewoon, ja, ik vind het echt een mooi spel. Wat voor soort spel is het? Is het een RPG? Soort van. Harm, je hebt een stream gezien. Hoe kunnen wij hier iets over vertellen zonder dingen te spoilen? Lastig, hè? Ja, ik pak er maar even bij, joh. Ik vind het lastig om dingen te vertellen zonder te spoilen, zeg maar. Dus ik ben een beetje aan het zoeken naar wat ik kan zeggen hierover, eigenlijk. Ik speel het spel niet, dus je mag eigenlijk gewoon alles spoilen. Ja, oké, maar jij hebt misschien wel... Het is zeg maar een stealth game. Soort van... Stealth game. Oeh, Karen met action and adventure roleplaying game. Dat wordt erbij beschreven, zeg maar. Ja. Yeah. Yes! Ja, ik kan er wel meer over vertellen, maar ja, ik weet nog niet of er hier mensen zijn die het spel nog zelf willen vertellen, spelen. En anders is het eigenlijk niet meer leuk om te spelen. Ja, het is wel een one-time only ervaring. Ja. Ik zou het eraan. Ik bedoel, het zit gratis bij Game Pass. En het is volgens mij ook niet super groot in 1 gigabyte of zo. Maar ja, het is wel echt een leuke ervaring om. Als je een beetje van story games houdt. Ja, dan is dit wel een leuke. We waren een action adventure roleplay game. Dat is eigenlijk gewoon voldoende. Dat weet ik al. Weet je wat voorspeld is? Ja, dat stond er in ieder geval bij met beschrijving dus. En hoe heet het ook weer? Ja, volgens mij spreek ik het helemaal verkeerd uit, maar Plague Tale Innocence. Oké. Okay. Nou, ik ga het zeker een keertje midden in verdiep. Hier, Nidalee. Verander maar in een poes. Oh nee, wacht. Ja, ook wel iets leuks voor die eventueel. Oh, die is gelijk bezig. Ik denk, hoppa! Oké. Nou ja, wat ben je dan? Oh ja, ik kan twee streams kijken. Twee lesbies? Ja man, dan heb ik Warlord. Zo, als je die stream van Richard en die stream van Ronnie naast elkaar zit te kijken, dan klopt er qua geluid ook echt helemaal geen in de kut van. Nou, volgens mij heb ik gewoon. Je ziet dan Ronnie zijn drones allemaal rondvliegen en daar hoor je allemaal geluiden van. En dan vervolgens zie ik bij Richard dan poppetjes stilstaan die aan het wachten zijn tot ze mogen bellen. Ja, ik heb in ieder geval mijn muziek uit. Want ik heb gewoon. Ik zit gewoon op de achtergrond mijn eigen. Oh ja, lekker toch. Ik own deze muziek. Ja, ga jij eens even naar 2 ster. Oh, die is lekker met drones aan het vliegen. Ik weet niet of het die Lissandra gaat doen, maar we houden het wel even vast. Natuurlijk stopt de Ronnie zijn stream. Oh nee, wacht, nou is hij weer bezig. Wat een kick. Ik kan beter jou voordoen. Oh, ik heb eigenlijk ook zin om dat spel te spelen, maar ik moet wel dadelijk echt gewoon naar bed of zo. Want ik heb echt vanaf 7:30 tot 8:00 gewerkt vandaag weer. Dus
Dus het is waarschijnlijk niet handig om dat spel nou op te starten. Hoor. Ligt eraan of je kan slapen of niet. Ik denk als ik daar op bed ga liggen dat ik wel vertrokken ben. Oké, ja, dan zou ik daarvoor gaan. Ja. Soms heb ik ook gewoon zoveel zin om een spel te spelen dat ik niet kan slapen. Kan ik beter gaan gamen dan gewoon liggen en de hele tijd naar het plafond kijken? Ja, dat is wel zo. Ja, ik heb ook echt wel heel veel zin om dat spel te spelen, maar ik weet wel als ik het nou ga spelen dat ik waarschijnlijk te weinig slaap ga hebben. Ik bedoel, ik heb vandaag om 6 uur mijn best uitgegaan, om 7:30 stond ik op het werk om te gaan beginnen, zeg maar. Of nou ja, iets eerder dan. En ik was om 8 uur pas klaar, zeg maar, vanavond, want we hebben over moeten werken. En ik ben net nog even heel even snel bij de zwam langs geweest, nog even dus. Dus ik vind de verstandige keuze om dadelijk wel gewoon te gaan slapen waarschijnlijk. Anders heb ik morgen echt een rotdag. Want als ik het spel nou zag, dan ben ik daar goed voor je passen met mijn ben. Of niet later. Dus. Level 2 Garen. Nou, vandaar dat ik ze niet vind in tussen de kaarten. Oh, hij pakt dan al. Nou. You will find ik durf de hele hoop weer te krijgen. It's the calm. It's inevitable. On the prowl. The end begins. Oké, twee keer kom. Jezus, wat is fresh groot. Hij heeft Galio. Oh, Garen. Garen is dood. Nee. Kom op, Lissandra. Nee. Fucking hell. Ik mag redelijk snel kiezen. Waar ga ik voor? Snel kijken. Talon. Zet je kadetje. Laat ik die drone. Het ziet er wel grappig uit, ja. Ja, dat snap ik. Nice. Ik bedoel, als dit de demo is, dan zegt dat nogal wat voor het echt spel. Without a sound. Thank you.
begins. Kattenkop. Ja. Oh, yeah, en nog knalt ze het bijna. Hè? Ja, nee, dan ga jij inderdaad maar gewoon de Last Whisper pakken. Pas nou. Hier, Last Whisper. Ik heb hem. Ik sta nu tweede. Je hebt een hot streak van 3. Dat is best wel een 3. Heb jij een Sona? Nee. Wat is dat die op Sona lijkt dan? Dit is trash. Oh. Oh, oké. Okay. En ik heb hem als mijn chosen one. Ik hoop dat het een goede keuze was. Wat betekent chosen eigenlijk? Dan krijg ik een dubbele trade in Dusk bij hem. Ah, en dan moet je met de spel bouwen.
Tot nu toe pakt ze zelf niet uit. Is Jax. Ik haal voor Veigar. Oeh, Veigar is. Nou, ik haal even voor Veigar omdat hij. Ja, dat is de duurste champion. Maar er zat helemaal niks tussen. Ook de items wil ik niet. Lukt het? Oh, nice. Level 2 Katrina. Ik heb een tier 2 Katrina. Kun je je big fucking frog die jij niet met kent in de. Ja. Ik zit aan Zed te denken. Mm-hmm. Niet wel heel erg AD, weet je. Ja. Die is ook wel heel erg dood. Maar dit keer is hij niet mijn chosen. Ik kan hem ook aan het Jarvan geven of aan een champion die je nog niet weet. Irelia. Irelia, als ja. Als ik die nou verkrijg, dan krijgt zij het wel. Maar ik kan ook nog even wachten, want ik krijg nog meer items en dan kan ik weer andere dingen combinen. Dus yeah. Ja, even kijken wat er gaat gebeuren. Ja, dan denk ik maar gewoon lekker benesten. Oké. Mensen, was wat rusten. Rusten, Martien. Rusten. Wacht, Martien. Wil je dat de naam van het spel in Discord naar me typen? Ja hoor. Thanks. Geen probleem. Ah, oh, die Katrina, al haar lotus werd geïnterrupt. So your shit's kut. Ja, dat is Martien, niet boos worden, maar ik ga wolfjes verslaan. Ook een hele coole met twee hoofdjes. Haha. Is toch een G toch? Ik vind het wel zo. Ja, maar goed dat ik even heb gewacht. Want dan doe ik. Ik geef hem een Infinity Edge. Want die werkt beter met die Last Whisperer. Ja. Dat is wel mooi. Dan kun je nu Jarvan buffen. En jij krijgt mana? Nee! Niet jou! Godscheet, dan moet ik je verkopen. Ja. Jij. Ja. Hier, jij moet zo snel mogelijk je ultimate casten. Ja. Scheet me, daarna heb ik het kattenwijf moeten vervelen. Dat is wel. Nou, die is al twee sterren.
wat er ook niet kopen dan. Dat ik grondelijk haar de item gaf. Oh. Ik kan niet meer unicum. Oh. Ja! Sterf! Uh-oh. Dat kan dat backfire. Gadverdammen! Gadverdammen, nou sta ik vieren. Nou, moet je even winnen. Demacia! Als ik gewoon dit doe, dan ben ik level up. Maar oh, die is level 7, holy shit. Doe ik gewoon die lesbie erin en dan heb ik weer Warlord. Ja. Fai! Ik zie Fai. Oh, die damage van die zet. Als die crit vrot. Oh, die loods. Maar deze staat heel laag, dus oké. Okay. Vooruit. Wat zijn die dingetjes aan de linkerkant van je scherm, die gele? Gold. Oh. Wat? Is dat gold? Wat een rare manier om gold te representeren. Ja, elke team goud krijg je elke ronde een goud. Ja, dat is mijn economy inderdaad. Oh, dus je hebt 5 goud in totaal, zeg maar. Oké. Okay. 5 goud per ronde extra, nou 4. Maak deze in 2 klassen iemand dood, nog iemand. Het is echt super goed bezig. Volgens mij heeft die gast het al opgegeven. Ik, ja. Ik moet Garen erin zetten. Ha! Spin to win. De bos loopt hier. Welke baas loopt waar? Nee, mijn Garen, klootzak. Stommert. Of ben je dan niet eerder gaan lopen, of kon je dat niet? Nee, omdat ik derde sta. Degene die bovenaan staat, die mogen pas later lopen. Oh, Irelia. Dacht jij ik jou verkopen? Jij level up? Ja. Jij voor jaar van? Karen erin. Karen is hoger een tier dan Jarvan. Oh, die lood is all over. Spin to. Ah, die. Zo jammer dat ik geen ability power heb. Nou, misschien hier, bij de Raptors, krijg ik misschien nog ability powers. Needlessly large rot. Katarina moet meer damage doen. Ja. Maar die, door die Frozen Heart overleeft ze het wel lang genoeg. Om de ultimate te casten, dat is wel nice.
Vanguard. Ja, dan ga ik jou erin gooien voor Wukong. Oh shit, sorry. Wat is dit voor item? Tijd is resolved. Nog een lotus. Jezus, lekker hard. Oh. Dit is een feestje, bro. Ha! Lekker bezig. Nu krijg ik wat. Number one. The more I cut away, ja. The closer we'll get. Deze moet erin. Nou, Jezus. Geen ability power, kutzooi. Ah. Dat weer speed, ja. Ik heb geen AD carry. Dat is echt kut. Aan wie moet ik het nou weer geven? Jij weg, Jinx erin, ik ga wel een Jinx bouwen. Het is goed. Ja, Jinx! Oh, maar Needly was ook een sharpshooter. Ik kan, ja, die heb ik moeten verkopen. Maar goed. Level up. En hoor jullie daar gewoon niet, jongens? Gewoon niet eens goed bezig. Goed zo, Hori. Zo moet ik neerzetten, ja. Denk ik. Oh, twee Tigo's. Voor het eerst dat ik het erg vind dat ik heb weggerold. Ja, Jin, dan maar Jin. Ja, poging 2 om naar bed te gaan. Trusta. Yo. Trusta. Trusta, man. Hunter, heb ik dat? Nee. Nog niet. Ah, wat moet ik doen met deze items, man? Ik weet het niet. Ik denk dat ik maar... Ja. Wat zijn dat voor items? Oh, speed items. Je moet een Jinx is heel goed met speed. Ja.
Oké, okay, carousel. Misschien kan ik er nog een ability power item uit halen. Voor Katrina. Ja. Stond het nou? Oh, ik heb een Jinx weggerold. Ik let gewoon niet op. Ik moet ik maar gewoon een andere doen. Als ik het nog even kan volhouden tot die rift herald. Helaas, ik zat nog zo te puzzelen. Ja, yeah, jammer. Jammer. Ik ben vierde geworden. Maar ik had wel makkelijk top 3 kunnen halen. Het is echt zonde voor die twee items die ik niet heb gebruikt. Ach ja. Ja. Yeah. Als je denkt, ik kan het niet meer halen. Dan alles gebruiken. Via. Alles is geoorloofd dan. Thank you.